Maarten Verossen, is jou nog iets opgevallen? Ja, dat moest ik zeggen van jullie. En... maar ik wil er wel iets over zeggen. Dat nou, is vertel. Het is die tafel van Poetin. Een typische Poetin-tafel. En dus eigenlijk ook, eigenlijk kun je daar uit die tafel kun je alles afleiden. Het is een bluftafel. Die tafel laat je zien dat er van die invasie van de Oekraïne niets terecht zal komen. Dat zie je hier. Het is ook een Trump-tafel. He? Het zijn dezelfde type van politici. Laat je niet afbluffen. Er staan niet eens microfoons. Dus je ziet dat dit flauwekul is, want anders hadden ze zo met elkaar moeten onderhandelen. He? Dus nogmaals, deze tafel stelt mij diep gerust. Diep gerust? Ja. Maar ik begreep het al, was omdat de Franse president Emmanuel Macron geen Russische coronatest wilde afgenomen nou, krijgen. Nou, dat lijkt me eerste klas eerlijk gezegd, want dit is wel meer dan 1,5 meter. Ja, dit is beduidend meer. Dit ziet eruit als een mislukte aflevering van het familiediner. Ja, het is 5,84 meter, heb ik me laten vertellen. 5,84 meter. Ja. Maar je vertelt er niet bij. Wat we hoorden was toch dat hij die test niet wilde doen, omdat hij bang is dat de Russen dan beschikken over zijn DNA. Exact. Ja, serieus. Ja. Ja, of hij dacht, voor je het weet ben je vergiftigd. Maar waarvan Rusland dus zegt NAVO juist die spanningen opvoeren, omdat we die versterkingen, dat we zo bezig zijn met die versterking, waarvan zij zeggen dat staat nou lijnrecht tegenover de eisen die wij op tafel hebben. Nee, gelegd. Dat klopt. Dat is 5000 NAVO-troepen tegenover 130.000 Russische troepen. Ja. Dat is natuurlijk geen verhouding. Ik zie jou wat mopperend heen en weer kijken. Ja, ik begrijp best dat hij dat zegt. En ik begrijp ook natuurlijk dat de NAVO niet kan zeggen, ja, dat is allemaal onzin, het zal zover niet komen. Maar als je natuurlijk toch hier je vingers stelt, dan moet je zeggen dat zowel de potentiële kosten van een dergelijk conflict voor Poetin aanzienlijk groter zijn dan voor zijn tegenstanders. Dat geldt natuurlijk ook het hele probleem van de gasleverantie. Hoezeer wij daar ook wel van afhankelijk zijn, hij is er nog veel meer van afhankelijk. Want verder hebben ze niet zo verschrikkelijk veel om te exporteren. Het is te kostbaar. En bovendien wordt wel heel makkelijk de bezetting van de Oekraïne als een probleem, als niet al te groot probleem gezien. De Oekraïne is groter dan Frankrijk en heeft zo'n 47 miljoen inwoners. We hebben gezien toen de Amerikanen Irak hadden bezet, niet waar, een fluitje van een cent, dat stelde allemaal niets voor. Fantastisch modern leger, die Iraken die konden niks. En zo hebben we wat meer gehoord. En dat is een van de grootste fiasco's van de afgelopen decennia geworden. Ik kan mij niet voorstellen dat Poetin zo gek is om de Oekraïne te bezetten. Je kunt je nog wel wat vervelende acties langs de grenzen en gepruts misschien daar in Luhansk en Donetsk. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar bezetting, ik geloof... Maar je kunt je ook niet voorstellen dat hij gezichtsverlies wil leiden. Nee, maar dat leidt hij ook helemaal niet. Hij heeft al hartstikke veel bereikt door niks te doen behalve die rommel netjes te parkeren. Hè? Ja. Want dat is natuurlijk ook, je ziet toch wel, dat is ook allemaal bluf. Hè? Want dat is op de satelliet, komt dat lekker over, die troep. Hè? Terwijl je popelt toch bij het idee dat de Oekraïne luchtmacht zou hebben, dan kun je dat uitschakelen. Dan kun je het hele leger uitschakelen in een half uurtje. Ja. Maar de vraag is of hij wat heeft bereikt, Poetin. Hij heeft ontzettend veel bereikt. Namelijk dat hij aan die tafel zit. Dat hij voortdurend serieus met Biden mag praten. Ja. Maar Poetins grote ambitie is dat hij erkend wordt als grote mogendheid. Ja. Dat is hij niet, maar hij speelt het spel heel erg knap. Blijf. Hij kan ook al heel. Hij kan nu al zeggen, nou moet je eens kijken wat ik bereikt heb. Ja. Hij kan namelijk ook spelen met de gedachte dat hij aan zijn eigen bevolking kan vertellen. Ja. Voorlopig wordt de Oekraïne geen lid van de NATO. Daar was überhaupt helemaal geen sprake van dat nou, het zou gebeuren. Ik had de hoogste NAVO-militair in mijn radioprogramma afgelopen vrijdag en die zei, de Oekraïne wordt lid van de NAVO. Nee, dat zegt hij natuurlijk wel, maar dat is lulkoek eerste klas. Nou ja. Dat kan ze wel beweren. Maar heeft hij al voorkomen natuurlijk door die annexatie van de Krim. Maar even terug naar David van Wiel. Ik heb in de loop der jaren verschillende secretarissen-generaal van de NAVO geïnterviewd, maar er is er nog nooit een hoog iemand vanuit Brussel, vanuit het hoofdkwartier, die naar Nederland komen rijden om hier aan een talkshowtafel te komen zitten. Maken jullie je daadwerkelijk zulke grote zorgen en helemaal na vandaag, nu dat bloed daar is en die amfibische vaartuigen zijn opgestoomd, ondanks wat Maarten Verossen zegt? Ja, wij maken ons zeker zorgen. Dat is een taak. En wij speculeren natuurlijk niet over wat Poetin al dan niet zou kunnen. Wij moeten voorbereid zijn op alle scenario's.
En dat betekent in dit geval, als we zien dat er 130.000 troepen staan... Ja. Die bedoeld zijn voor een invasiemacht... dat daar vergaande voorbereidingen worden getroffen. Mm-hmm. Dat er allerlei handelingen worden verricht die met oefeningen niks te maken hebben. Ik noem maar het aanvoeren van raketten, inclusief reservemunitie. Dan maar het is wel verbale steun, want zowel de Amerikanen als Nederland zeggen... wij gaan onze kinderen daar niet laten sterven in Oekraïne. Gaan we dat niet uiteindelijk doen. Gaat dat niet gebeuren en staan de Oekraïners er wel alleen voor. Er is wel gezegd dat we geen NAVO-militairen zullen gaan inzetten op Oekraïense grondgebied. Kijk maar nou naar natuurlijk de complexiteit van de situatie. Op allerlei andere manieren. Dat is prachtig, jullie praten nu even door. Ja, zeker. Ik vind ook dat wel nuttig in dit geval. Ik vond heel interessant dat Zelensky eigenlijk helemaal niet zo vreselijk onder de indruk was. En zelfs tegen Biden zei, je moet het niet voortdurend op de spits drijven. Maar dat was ook om zijn eigen economische situatie van het land. Daar speelt meer een rol. Ik denk dat ze goed geïnformeerd zijn. Ja. Omdat er nog steeds waarschijnlijk intensieve contacten zijn met Moskou. Daar ben ik vast van overtuigd. Ik niet. Misschien moet je bij de NAVO gaan werken. Feit is in elk geval... Ik denk dat voor de NATO een zegen is als ik daar zou gaan werken. We gaan het nog eens overwegen. Goed, hou ons op de hoogte. Feit is in elk geval dat jullie vandaag constateren... met alle inlichtingen die jullie hebben... dat vanaf dit moment Rusland in staat is om Oekraïne binnen te vallen. Dat alles op zijn plaats staat. Vandaar de alarmerende boodschap. Maar eerst, over een paar weken zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Verschillende bekende Nederlanders die lenen zich voor een plekje op de nummer laatst... om die partijen een beetje elan te geven. Maarten van Rossum, jij gaat in elk geval niet in de gemeenteraad zitten. Nee. Waarom ben je dan in hemelsnaam lijstduwer van de Partij van de Arbeid? De partij waar je een paar jaar geleden helemaal tabak van had... Zeker. Met waar je helemaal niets meer mee te maken wilde hebben? Dit is plaatselijk en niet landelijk. Ik zou nog steeds landelijk niet gauw op de Partij van de Arbeid opnieuw gaan stemmen. Maar ik kreeg een mooie brief van die lokale afdeling... en die zeiden, ja, je kunt niet even boos blijven. En je moet ook niet al te principieel zijn. Dat vond ik beide vrij overtuigende argumenten om dat te doen... Vandaar dat ik zei, dan wil ik wel op plaatselijk niveau lijstduwer zijn. Hoewel ik zelf ernstige twijfel heb bij het hele principe van de lijstduwer. Ja. Ik denk dat het staatsrechtelijk netter zou zijn om het hele idee van de lijstduwer... om dat onmogelijk te maken. Ten meer omdat ik de vorige keer, toen ik lokaal lijstduwer was, in de raad ben gekozen. En het bleek nog ontzettend veel moeite te kosten om er weer uit te komen. Okay. Dat is een heel lastig probleem, dat ik wel zeggen. Maar het is toch wel dapper dat je het weer opnieuw doet. Ja, ik heb me nu ook niet... Zo sterk gelooft u in de PvdA? Bestaat die eigenlijk nog wel? Wat wel een overweging was, dat ik toch vind dat de Partij van de Arbeid... die natuurlijk terecht gestraft is voor de volkomen halfgare deelname aan Rutte 2... een van de meest rampzalige kabinetten die het vaderland gehad heeft in de afgelopen 30 jaar... Het is ook eigenlijk heel passend dat de veroorzaker van al die maatschappelijke schade... nu ook aangesteld is om de schade weer te herstellen. Wat waarschijnlijk niet het geval zal zijn. Maar ik dacht dat de sociaaldemocratie in de ruimere zin... nog wel een kans zou moeten hebben om zich te herstellen... van het échec van 2017. En ik dacht daarbij ook aan Duitsland... Ja. waar de SPD tot ieders totale verrassing toch teruggekomen is... en nu in feite de kanselier heeft geleverd. Ook de uitslag in Portugal was hoopgevend. Ik vind dat het ideologisch alles voor een gematigde sociaaldemocratie is te zeggen. En dat moet dan maar beginnen in Utrecht, want landelijk pakken ze er niks van. Ja, vergeet niet dat Leefbare Nederland in Utrecht is begonnen. Niet waar, daar zie je dat een ramp kan in Utrecht beginnen. Maar een hele positieve ontwikkeling kan ook in Utrecht beginnen. Ja, dat werd uiteindelijk Leefbaar Nederland. En de lijsttrekker van die club die zit naast u. Althans, een tijdje. Tim Coronel. Gaat heel snel, hoor. Kijk er niet meer volgen, die snelle. Ja, natuurlijk wel. Oh, wel. Oké, nou, prima. Natuurlijk wel. Wilt u hier zitten? Moeten we het overnemen? De presentator duur. Tim Coronel, nieuw elan. Maar jullie hoeven niet op een lijst te staan. Jullie hoeven niet, dat is wat Maarten van Rossum al zei... Eigenlijk heb je staatsrechtelijke bezwaren tegen zo'n lijstduwers. Ja, als je wat langer ergens woont, dan zie je natuurlijk... Maar waarom ga je dan niet zelf op de lijst staan? Maar waarom gaan jullie dan niet als je gekozen wordt in de gemeenteraad staan op de lijst? Ik zeg niet dat er niet in zitten. Nee, maar zij wel. Oh, dat op de lijst. Dat graag duwen. Ik vertrouw die mensen. Ik hoop probeer ze te helpen. Dat ik er niet in wil. Ik ben 78. Ik heb er niks te zoeken, zeg.
geloof dat ik ouder ben dan de drie kanshebbers samen in de raad. Dus dat lijkt mij geen geschikte constructie. En jij vindt dat je dan verantwoordelijkheid moet nemen? Nou, kijk, mijn punt is dit. De gemeentepolitiek is niet meer, zoals in de jaren 60, dorpspolitiek. De gemeenten hebben steeds meer taken gekregen van het Rijk. Er worden steeds meer grote beslissingen genomen. Daar gaat heel veel geld in om. Met andere woorden, het is serieuze politiek geworden. Dat is niet altijd te merken in die gemeenteraden. Die zitten vol met klunzen. Ja, maar dat is misschien al erg genoeg. Ja, maar waarom zeg je dan niet, als ik zo'n partij wil helpen en ik wil de gemeentepolitiek, de lokale politiek, echt een stap verder brengen, als ik dan voldoende voorkeursstemmen krijg, dan ga ik ook in die gemeenteraad zitten. Oh, ja. Ik ben ook niet van af. Nee, ons discussie, weet je wel. Dat lijkt me niet zo simpel. Nou ja, maar gewoon die verkiezing is doen, laten we dat dan gewoon doen. Dat gebeurt in Alphen. Ja. De heer Van Rossum gaat in Utrecht de straat op. Nu we al die lijstduwers hier hebben, ik zou de kiezers willen oproepen. Kom eens wat frequenter stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen. Want de opkomst is werkelijk naadje noppes bij die verkiezingen. Mooi slotbetoog voor deze ronde aan deze tafel. En binnenkort zijn die gemeenteraadsverkiezingen dus.